Zo, lieve kijkers van de Stofjes. Vandaag niet hard gelopen. Maar wat heb ik wel gedaan? Ik ben wezen sporten in de gym. Zoals we het dan tegenwoordig noemen. Fitnessen. Ja, vanmorgen toen ik wilde gaan, toen regende het een beetje. Of een beetje, toen regende het. En ja, dan kun je natuurlijk een keuze maken. Als ik dan toch binnen kan sporten, dan ga ik binnen sporten. Dus heb ik mijn fitnessverhaaltje weer eventjes gedaan vandaag. En ja, dat ging eigenlijk ook wel lekker. Wat ik dan uiteindelijk wel merk, is dat je, omdat je dan binnen bent, en dan natuurlijk met fitness bezig bent, dat je daardoor wel langer bezig bent. Dus je bent langer aan het trainen dan alleen maar het hardlopen en de oefeningen, dat is ongeveer een uurtje. Nou ben ik ongeveer bijna 2 uur bezig geweest. Anderhalf, 2 uur ongeveer bezig geweest. Dus ja, daar is toch wel een verschil tussen het hardlopen in het bos en dan fitnessen. Natuurlijk, op zondagmorgen is het niet vroeg, dus je kan eigenlijk overal zo je apparaten gaan bedienen. En ja, ik heb dan zo'n app op de telefoon. Zo'n Virtua Gym app. En dan kun je trainingen kun je daar inzetten op eigen gebruik. Je kan het via spiergroepen doen. Dan kun je meteen een selectie maken welke apparaat dat dan voor die spiergroepen kan benutten, kan gebruiken. En ja, zo heb ik een aantal van die trainingen in mijn telefoon staan die ik daarvoor gebruik. Dus ja, dat is wel makkelijk. En dan ben je even lekker bezig. En dat is leuk. Dat is ook een afwisseling. Nou, waarschijnlijk morgenavond weer. Toch een beetje in de gaten houden, want ja, van de week hemelvaart natuurlijk weer wat rustig aan gedaan. Gisteren feestje gehad. Vrijdag feestje gehad. Dus ja, dat loopt op. Nou, ik wil toch ook wel een klein beetje genieten. Dus ja, dan moet je dat daarna weer gaan terughalen met fitnessen. En de rest van de week natuurlijk weer rustig aan doen. Dus dat is een beetje wat het geval is voor vandaag. Dus geen hardlopen, geen gegevens voor het hardlopen. Wel met betrekking tot, ja, zeg maar, tot het trainen aan zich die ik dan gedaan heb. Dus ja, mooi. Vandaag vrij met voetballen, overigens. We hadden de wedstrijd die vandaag gepland stond tegen Meersen, was vorige week al gespeeld. Want ze hebben bij Juliaan een internationaal jeugdtoernooi. Dus hadden ze gevraagd aan de KNVB om dan die wedstrijd te mogen verzetten, ja of nee. Dat was een thuiswedstrijd. Meersen had ingestemd, alleen moet de KNVB moet dan toestemming geven. Nou goed, die heeft uiteindelijk een akkoord gegeven. En ja, zodoende hebben we vorige week al gespeeld. Vandaag op zich wel een belangrijke dag qua uitslagen. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar er zijn wat teams die als ze vandaag de ene moet dan weer verliezen van een ander team en de ander moet dan weer winnen van een team. En ja, dan hebben wij virtueel of nou ja, hebben we nog mogelijkheid om, als we dan maandag winnen, volgende week maandag met Pinksteren. Als we dan winnen van Udi, dan, en anderen hebben dan wedstrijden verloren of gewonnen, weet ik wat, dan hebben we ja, eigenlijk nog wel kans om mogelijk in de na-competitie te gaan strijden om te promoveren naar de derde divisie. Ja. Ja. En toen. Maar goed, daar is dan weer iets wat wat weer bij de club ligt, natuurlijk. Dus aan de ene kant is het leuk om het te doen, te promoveren. Oh.
om te promoveren. Aan de andere kant, ja, er zijn wel andere zaken die daarmee mee gemoeid zijn. Dus ja, dan is de vraag of dat wel het wensen is. We zullen het zien. Nou, dat was in ieder geval weer mijn praatje voor vandaag. Het is kort, ik sta weer voor het huis. Dus we gaan stoppen. Ik zou zeggen in ieder geval, blauw duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal. Als je dit leuk hebt gevonden. En dan zie ik je volgende week zondag weer terug. Het is anders dan anders, maar goed, dat maakt het ook wel weer leuk. Dus ik zou zeggen, nogmaals, blauw duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal. En dan zie ik je volgende week weer terug. Ik zeg, ciao!